Bij een politiecontrole van een aantal weken geleden bleek dat 90% van de mensen die op recreatiepark De Groene Heuvels bij Ewijk verblijft, arbeidsmigrant is. Bijna een kwart van hen zegt met meer mensen in een bungalow te verblijven dan waar die voor geschikt is. De arbeidsmigranten moeten binnen 6 maanden vertrekken, maar niemand lijkt zich nog verantwoordelijk te voelen voor hun huisvesting. Agnes Jongerius, Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid, bezocht woensdag het recreatiepark om de arbeidsmigranten een hart onder de riem te steken. Nou, hier hebben we de verhalen gehoord over arbeidsmigranten die met te veel mensen in een te kleine woning zitten. In het algemeen zie je dat Nederland nogal worstelt met de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar hier is het duidelijk dat het uitzendbureau die mensen inhuurt eigenlijk op 3 manieren verdient aan de inzet van arbeidsmigranten. Ze krijgen een te laag loon, ze betalen vrij hoge huren en dan krijgt het uitzendbureau ook nog een fiscale subsidie voor het verhuren van dat huis. En dat is eigenlijk 3 keer dubbelop. Ik snap overigens wel dat mensen zich afvragen, moet ik wel op camera? Want ze zijn natuurlijk allemaal in een zeer zwakke positie. Op het moment dat ze problemen krijgen op het werk, dan raken ze niet alleen hun werk kwijt, maar ook hun woonplaats. En moeten ze maar zien weer hoe ze terug naar Roemenië of naar Polen komen. We willen niet dat sommige handige Harry's veel geld verdienen over de rug van arbeidsmigranten. Of het nou Otto Workforce is, of de Jumbo of de Albert Heijn die het goed gaat regelen, maakt mij niet zo vreselijk veel uit. Zij moeten niet alleen maar naar een ander wijzen. Zij zijn verantwoordelijk voor een fatsoenlijke huisvesting. Als ze zeggen, wij hebben de arbeidsmigranten nodig, moeten ze hen ook een fatsoenlijk loon en een betaalbaar dak boven het hoofd verstrekken. Ik denk dat we het bouwen moeten aanjagen. Bouwen, bouwen, bouwen. Want de arbeidsmigrant wil een woning, maar de jongere die op zijn 27e nog thuis woont, wil eigenlijk ook graag een woning. En als geheel moeten we ons dus druk maken voor meer betaalbare daken boven het hoofd.